Meneer Reinder Rustema. Elke dag fiets ik door deze straat, de Spuistraat. U heeft geen monitor. Achter u ziet u die straat, de Spuistraat. Die is eenrichtingsverkeer. En ik vraag mensen ook, weet u dat dit eenrichtingsverkeer is? Ik stop mensen, ik vraag ze af te stappen. Stop, stop, wacht, wacht. Weet u dat dit eenrichtingsverkeer is? De meeste mensen weten het gewoon niet. Ze doen me wat. Hey, een fietspad, wel een beetje smal. Ja, het viel me op dat het eigenlijk best wel onhandig is. Nou, zeker bij die kruisingen. Dit is een mooie illustratie. En dat heb ik eens een keertje gevraagd bij het politiebureau op de Nieuwe Zijds. Hoe zit dat nu? En een politieagent vertelt me, nee, we handhaven niet meer. Want het is in het verleden keer gebeurd dat iemand na een ongeluk de verzekering had verteld van, ja, ik had het niet kunnen weten. En dat zei hij ook destijds tegen de politie, ja, ik had het niet kunnen weten, want er staan geen borden. En dat bleek ook juridisch houdbaar. En het slachtoffer kreeg geen uitkering, omdat de dader had het niet kunnen weten. Hier ziet u het ook. Het bord is neergezet voor de auto's. En daarboven, boven het stoplicht aan de rechterkant van de weg, daar hangt dus voor, voornamelijk voor vrachtwagenchauffeurs, een goed zichtbaar bord. En voor de rest, dit is het andere bord. Deze foto's komen van Google Street View, dus u kunt zometeen thuis ook nog deze route nog een keertje nalopen op deze manier. Elk moment van de dag zijn er ongeveer 3 of 4 fietsers die hier de verkeerde kant op fietsen. Omdat de politie niet kan handhaven, want het heeft juridisch geen zin, doen ze dat ook niet. En ik heb gebeld met de regisseur, de buurtregisseur, en die zegt van, dat kunnen we echt niet, kunnen we er niet aan beginnen, want er zou er op elke straathoek een bord moeten komen. Ik vraag u om een oplossing. Helder.